Welkom bij dit korte webinar over zorgplicht van de IT-leverancier. Ik ben Evelien Peerboom en ik ben advocaat bij Lauwers IP Technology Advocaten. Dit najaar zullen we een seminar geven over het procederen in het IT- en het privacyrecht. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, ga ik u vandaag iets meer vertellen over wat van de IT-leverancier mag worden verwacht tijdens een IT-project. Maar dus ook aan welke verwachtingen je als IT-leverancier moet voldoen. Dus voor zowel opdrachtgever als IT-leverancier is dit korte webinar relevant. Het is gebruikelijk dat partijen aan het begin van een IT-project een overeenkomst sluiten. Daarin worden de verwachtingen over en weer vastgelegd. In een IT-contract staan meestal geen harde afspraken over het eindproduct, de resultaten en de termijnen. Dat is natuurlijk ook niet zo onlogisch, omdat je vaak niet zo goed weet. Hoe het eindproduct eruit moet zien. Want vaak wordt software op maat gemaakt. Er is dus meestal sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van de IT-leverancier en niet zozeer van een resultaatsverplichting, waarbij dus een bepaald resultaat is overeengekomen. Daardoor is het vaak wel moeilijk om een IT-leverancier aan te spreken op een tekortkoming. Want voor een tekortkoming. Moet je wel duidelijk kunnen maken dat een bepaald resultaat niet is bereikt. Maar sta je als afnemer dan met lege handen als er iets niet goed gaat in een IT-project? Nee, helemaal niet. Want een IT-leverancier heeft namelijk een zorgplicht. Een zorgplicht als opdrachtnemer, maar ook een bijzondere zorgplicht. Met een beroep op de zorgplicht slaagt een opdrachtgever er vaak toch in om de IT-leverancier aan te spreken in geval er sprake is van een tegenvallend softwareproduct. Of resultaat. De overeenkomst met een IT-leverancier is vaak te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. Voor een overeenkomst van opdracht bepaalt de wet dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Dat is bepaald in artikel 401 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Deze zorgplicht ziet met name op de wijze waarop de overeengekomen diensten dienen te worden uitgevoerd. Maar de rechtspraak laat een ontwikkeling zien waarbij de inhoud van een zorgplicht breder wordt. Deze ontwikkelingen hebben we de afgelopen 10 tot 15 jaar met name in de financiële sector gezien, maar strekt zich ook uit tot andere sectoren zoals de IT-sector. Deze zorgplicht heeft met name een beschermingsfunctie voor de klant. Vaak heeft de klant namelijk niet de benodigde informatie en deskundigheid in huis. Het betreft bijzondere ofwel een verzwaarde zorgplicht. De basis voor deze bijzondere zorgplicht in de IT-sector is destijds gelegd in een arrest met de naam RBC tegen Brinkers. In deze uitspraak is een algemene onderliggende maatstaf voor de zorgplicht bepaald, namelijk dat van IT-deskundigen de zorgvuldigheid van een redelijk, handelend en bekwaam automatiseringsdeskundige geëist mag worden. De Brinkerszaak betrof een adviseringssituatie, maar ook buitenadvies is de zorgplicht bij herhaling aangenomen. In de rechtspraak is afgelopen jaren steeds meer invulling gegeven aan de zorgplicht. Zo heeft de IT-leverancier bijvoorbeeld een informatie- en waarschuwingsplicht. De IT-leverancier dient zelfs al tijdens de offertefase de opdrachtgever expliciet op te wijzen dat bepaalde koppelingen met andere programmatuur niet mogelijk zijn, dan wel te wijzen op extra kosten en risico's. Dat is bepaald in het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 4 juli 2018, Inktvis tegen TNR Software. Maar ook projectplanning hoort bij de zorgplicht van de IT-leverancier. Slecht projectmanagement komt voor rekening en risico van de IT-leverancier. Dit gaat zo ver dat bij een implementatie de IT-leverancier de verantwoordelijkheid draagt voor projectleiding en de opdrachtgever moet aanspreken als deze niet snel genoeg werkt. Het ligt dus op de weg van de IT-leverancier om de voortgang van het project te bewaken en daartoe in die nodig initiatieven te ondernemen. Dat is in het arrest bepaald van het gerechtshof Amsterdam van 22 november 2001, profuse tegen kwetters. De IT-leverancier dient de onervaren opdrachtgever ook adequaat te begeleiden bij het testen van de door IT-leverancier ontwikkelde functionaliteiten. En dat geldt al helemaal in projecten die de agile methode gebruiken. Bij agile softwareontwikkeling wordt het ontwikkelproces opgedeeld in meerdere korte periodes van twee tot vier weken, zogenaamde iteraties. Tijdens deze iteraties wordt een nieuw prototype ontwikkeld, opgeleverd en getest. Na het testen kunnen eventuele aanpassingen direct worden verwerkt in het volgende prototype. Zo kan er snel worden bijgestuurd als dat nodig is. En wordt het product continu verbeterd? Bij Agile softwareontwikkeling ligt de focus dus niet op een van tevoren gedefinieerd eindproduct, maar op het creëren van een product dat gaandeweg wordt geperfectioneerd. Het goed uitvoeren van de testwerkzaamheden is bij Agile dan ook van groot belang voor de voortgang en het welslagen van het project. Goede begeleiding bij het testen behoort dan ook tot de zorgplicht van de IT-leverancier. Dit was bepaald in de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 14 november 2018, VGB tegen Betty Blocks. Daarnaast moet de IT-leverancier ook het budget bewaken. Een IT-leverancier die projecten uitvoert, moet de voortgang dus proactief bewaken met het oog voor de belangen van de opdrachtgever. Echter indien de IT-leverancier merkt dat de voortgang alleen maar geld zal gaan kosten en geen direct voordeel meer zal hebben voor de klant, moet de leverancier de klant daarop wijzen en moet zij zelfs aansturen op opschorting of beëindiging? Dat is bepaald in de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 januari 2017 CGI tegen staalbankiers. En zo zijn er nog veel meer verdere uitwerkingen van de bijzondere zorgplicht, waar je als opdrachtgever een beroep op kan doen, maar waarmee je dus als IT-leverancier rekening moet houden? Zo moet je als IT-leverancier bijvoorbeeld ook meer werk voorkomen. Wil je meer over dit onderwerp horen? Kom dan vooral naar ons seminar Procederen in het Privacy- en IT-recht in Utrecht. Mijn collega Annemarie zal tijdens het seminar onder meer uitgebreid ingaan op verzuim in IT-procedures. Mijn collega's Tom en Lisa praten u tijdens het seminar bij over procederen in privacyzaken. Dus graag tot dan.